Ik ga het uitstappen, gast. Zo, die bescheid. Oh, dit is heel erg. Zeg even wat ik heb. Ja, hij... Nee. Kan niet. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. Laat ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als we maar naar toe komen. We gaan geld roven, jongen! Vandaag in Geldrovers twee uiteenlopende figuren die denken dat ze van ons geld kunnen winnen. Namelijk het lelijkste jongetje van YouTube, Kai, en het krapste meisje van Q Music, Hila. De uitdaging is als volgt. We gaan in een hele drukke straat midden in Amsterdam kijken wie er het langst voor een groen stoplicht kan blijven staan. En voor hoeveel geld spelen we? 150? 150 euro. Oké, ze willen spelen voor 150 euro. Door onze winsten Busy en JJ van vorige week zitten 200 euro in de pot. Dus als het vandaag fout gaat, kunnen we het in principe gewoon leiden. Oké, ik had een idee. Ja? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een soort ziekte fake, waardoor ik dus niet meer kan rijden. Dus had ik te denken aan spinomalepsie. Ken je dat? Nee. Bestaat ook niet, dus dat kan. Dat is een ziekte waardoor mijn been verstijft. Hij is gewoon kaarsrecht, ik kan niks, dus ik kan geen gas geven. Ja. Waardoor ik dus niet meer kan rijden. En dat duurt meestal een half uur. Want kijk, Stel nou dat ik zeg dat ik ziek ben, dan bellen ze misschien gelijk de ambulance en dan zijn we de lul. Maar als ik dit zeg, ja, ik heb spinomalepsie, dat duurt een half uur. Ja, weet je, je moet even een half uur wachten. Oh ja. Dan kom ik er misschien nog wel mee weg. Dat is wel een goeie. Ja, weet je zeker? Ja, we gaan voor spinomalepsie. Okay, we gaan voor spinomalepsie. We gaan voor spinomalepsie. Oh. Ik ben wel een beetje bang. Maar zou je heel boos worden op iemand met spinomalepsie? Ja. Kan je niet boos op worden, man? Kom, we gaan die 150 euro ophalen. Kai, die is altijd goed in dit soort spelletjes. Ja, die is we heel wel, fanatiek. We hebben wel de verkeerde voor ons eigenlijk. Ja. Oké, daar gaan we. Ik vind het nu al eng, weet je dat? Moeten we nu al stoppen, maar het is groen. Oké. Ja, stop maar. Oké, stop. Kut. Ah ja, oké, moeten we nog een beetje doen? Oké, we moeten nu beginnen. We gaan nu beginnen. Dit is wel erg kut, hoor. Dit is zo kut. Mogen we de lichten aanzetten? Ja, zullen we het maar gewoon doen? Ja, doe maar. Oké. Is het je spinomalepsie? Ja, het is die been weer. Hij verstijft, hij verkrampt. Ik kan niet... Zal ik je been masseren? Doe maar. Jongens. Sorry, meneer. Sorry. Maar er gaat iemand het fucking fietspad op, gast. Gaat iemand het fietspad op? Hoe lang gaan we dit volhouden? Oh, dit is zo kut dit. Zou ik doen alsof ik... Kijk, die gaat er gewoon zo voorbij. Oké. Oh, ze gaan er allemaal voorbij. Oké. Oké, dit kunnen we. Oké. Sorry meer. Ja. Ik ga het uitstappen, gast. Zo, die bescheid. Dit is heel erg. Zeg even wat ik heb. Ja, hij... Nee. Kan niet. Het kan niet. Ze gaan duwen. Shit. Nee. Shit. Shit. Oké, wat moet ik doen? Oké, shit. Oh ja. Kut. Oké, stop, man. Zeg maar, stop. Oh, dankjewel. Go, thanks. Dit was niet eens een minuut. Shit. Oh, wat erg dit. Yo, dat ging snel voorbij. Ja, kut. Maar ja, jullie hebben 1 minuut en 16 seconden. Jezus, wat ja, Niels, we kunnen nu wel vroeg gaan juichen, maar het is wel alsnog een best wel ongemakkelijk 1 minuut 16. Ja. Er gebeurt al van alles. Ja, maar als wij, als er op een gegeven moment ook weer mensen achter ons gaan duwen, dan gooi die handrem erop, hè. Ja, elke seconde telt. Kai en Hila hebben een tijd van 1 minuut 16 neergezet. En die tijd ga ik proberen te bieten met mijn narcoleptische acteerkunsten. Nu hoor ik je al denken, narcolepsie is een ziekte waarbij je elk moment in slaap kan vallen. Maar dit wordt hopelijk niet de eerste keer dat ik Kai ga verslaan. Kai en Kai hebben ons uitgedaagd voor de FEVA Challenge. En die uitdaging hebben we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Kijk hoe wij het ervan afbrengen. En kijk voor meer informatie op FEVA.nl. Goed, terug naar de weddenschap van 150 euro. Ja, Nellis, 1 minuut 16, time to beat. Ja, dat moet lukken, come on, toch? Ik vind het nu al kut. Laat me één keer oefenen hoe ik in slaap moet vallen. Niels. Nee, je moet niet aan me zitten. Nee, ik ben gewoon aan het chillen, weet je. Ik zit op mijn telefoon, ik heb niet door dat jij... Of zo. Oké. Ja? Zit het gaan doen? Oké.
De timer gaat in als het goed wordt. Oké, de timer staat nog niet aan. Oh nee. Nee. Nu ziet het alsof hij in slaap gevallen is. Nee, en ze hebben de handrem erop gezet, zie ik. Oké, okay, tijd gaat nu in. Doe die dingen aan, doe die dingen aan. Oké, okay, ze beginnen al te titelen. Moet ik nu al een soort van... Ga aan zitten. Moet aan zitten? Ga aan zitten. De eerste begint met titelen. Ja, oké, okay, oh, nog één, nog één. Nog één. Oh, wat erg dit. Moet die rij zien. Oh, wat kut. Niels staat voor een stoplicht. We zijn een minuut, half minuut verder. Niels, we staan hier voor een stoplicht. Komt er iemand aan? Oké, okay, er stapt niemand uit. Oké, okay, er stapt een man uit. Een redelijk grote vent komt eruit. Oké, okay, die gaat nu. Oké, okay, die trekt de deur maar. Trekt de deur maar. Komt niemand. Ja, hij heeft narcolepsie. Hij valt soms in slaap. Oh. Nielsje. Okay. Hij is niks aan de hand hoor. Nee, oké. Okay. Niels? Niels staat echt. Maar komt hij nu om lachen? Oké, er staat ook een vrouw te kijken. Precies. Hij heeft narcolepsie. Maar hij dat heeft hij vaker. Dat is. Oké. Okay. Niels. Niels, ben je er nog? Mag je dan wel rijden? Oh. Niels, ben je weer? Oh. Hey, je staat voor het stoplicht. Zo, shit, hé. Ja. Gaat ie? Ben je er weer? Nou, gaat goed komen, gaat goed komen. Heel veel, ik heb hier wat water. Ik pak nog heel veel nietjes. Hij moet nu weer doen alsof hij in slaap valt. Gaat ie? Nee, die knijpt zo hard in mijn vinger. Zat hij er door met je vinger? Oh, hoe lang nog? Oké, okay, we kunnen rijden, denk ik. Tans. Okay. Zullen we safe spelen? Zullen we deze nog heel even meepakken? Ja? Heel veel deze meepakken? Slaat het vast, hè? Heel goed, heel goed. Oh, dit is erg, zeg. Moet je die rij zien? We blijven nog even. Nee, het is goed zo, het is goed zo. Ik wil weg. Nee, ja, ja, het is goed. Even. Niels, nog even. Kijk, we hadden die nog kunnen meepakken! Ja, het was gewoon... We hebben 2 minuten! Ja! Oh, ah, dit is gênant. Gênant, ja. Gaat het hier, meneer? 2 minuten, hè? 2 minuutjes. Ja, wij hebben ook getimed. Dit was 30 seconden. Ja. Jullie mogen €150 gaan pinnen. Oké, okay. Nou, hier. Dit is echt heel goed. 20. 40, zo. 60, ja. 80, zo. 100. Wees gewoon ouder. Dankjewel. Boom, €150. En door onze overduidelijke overwinning van vandaag staan we na 2 afleveringen al op €350. De gierigasten hebben wederom gewonnen. We winnen veel in dit programma. Ja, dat is het hele idee van het programma, toch? Ik vind het leuk, ik vind het leuk. Jullie kunnen deze knappe jongen en knappe dame ook volgen op hun eigen kanalen. Jij hebt een eigen Instagram, vet hè? Link staat in de beschrijving. Hetzelfde geldt voor Kai's typetjes. Hij heeft nog veel meer van die spiranalepsie typetjes. En dat kan je allemaal volgen op zijn YouTube kanaal. Ja, en kijk allemaal advertenties af, zodat die €150 terug kan. En volgende week zijn we gewoon weer terug. Volgens mij gaan zij binnenkort ook weer een revanche opeisen. Dus je ziet hem binnenkort ook weer terug. Tot dan. Later.